Nee, dan proberen we eens zo'n dingetje. Het is beter. 150 pk en een dikke gashendel. Patrolling Miami. De kruisbestuiving binnen Honda gaat ver, want de motor van deze speedboot is bijvoorbeeld hetzelfde blok dat je ook in een Honda Accord voor op straat kan vinden. Een auto dus. En de motor van deze raceboot, die komt weer uit een Honda Legend. Ik schijn dus nu ook mee te mogen. Ik ben benieuwd. Het ding loopt 110 km per uur. Het is een echte offshore powerboat. Die raced in Engeland. Met aan het stuur een Nederlander, Marcel Meiberg. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Dus ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig. En zenuwachtig lijkt ons niet gek met een 3,5 liter V6 in je rug. De boot kost trouwens zo'n 70.000 euro. En het is ongelooflijk wat een klappen de boot te verduren krijgt. Zelfs op dit rustige water. Oké, een dubbele hernia verder. Tijd voor iets rustigers.